Gedragsvormen kunnen aangeleerd, maar ook afgeleerd worden. Dit zegt Margot Kramp, directeur van Stichting Surinaam Centrum voor Educatie en Training, SUCET. Ze haalde dit vandaag aan bij de presentatie van de audiovisuele productie Nonaki Mataki, alternatieve discipline op school. Met Nonaki Mataki worden de negatieve en schadelijke gevolgen van geweld die trauma veroorzaken, met name binnen de school, aan de kaak gesteld. Het filmpje wordt gepresenteerd in het kader van de gelijknamige preventieve veiligheidscampagne. Het leven leert ons dat herhaling het doet. En aangezien het gaat over een gedragsvorm, en gedrag kunnen we aanleren, dus ook afleren, is het nooit te veel om op dit gebied niet op te geven, maar dus vooral te zorgen voor vanuit een continuïteitsbeginsel te werken. Er zijn een serie activiteiten onderweg gepleegd. Het feit is dat herhaling het doet. Dus nu wij met meerdere organisaties bij elkaar zijn en vandaag ook een oproep gedaan is om nog meer, ieder die met het factor mens te maken heeft, zich ook komt aansluiten. Dan hebben we een brede draagvlak. We hebben het vanuit verschillende invalshoeken, omdat geweld niet iets is van slaan alleen. Maar ik denk dat fysiek geweld één is, maar mentaal geweld, die nawerking tegelijke keren erger is. Het gaat zo ver dat mensen sterven en nooit meer de kans hebben gekregen to know that they exist. Zoveel schade is hun berokken. Kramp zegt verder dat fysiek of mentaal geweld diverse richtingen kan opgaan. Echter is dit niet alleen in Suriname een probleem, zegt ze. Overal waar mensen zijn, zijn er sterke mensen, zwakke mensen. Mensen die respect hebben voor het leven en daardoor ook respect hebben voor elkaar. En zijn er mensen die precies het omgekeerde zijn. Eén is wel een feit dat als mensen in die sfeer zijn opgevoed, dat je eerder de kans hebt dat zij dat als een ritual, you know, dat ze hun kind ook op die manier behandelen. Ook al heeft het hun pijn gedaan, omdat ze er nooit uitgekomen zijn, niemand heeft gezegd, sorry, ik wist het niet. Niemand heeft gezegd, zit en praat met mij, want ik zie dat je pijn ondergaat. Waarom zouden ze dan verlichten voor een ander? Die is boos op de wereld en reageert ook als zodanig. Dat is Margot Kramp, directeur van Stichting SUCET. Ze sprak in verband met de presentatie van de audiovisuele productie Nonaki Mataki, alternatieve discipline op school. Middels deze audiovisuele productie wil de stichting bewustwording op gang brengen. De presentatie had plaats in het CCS.